Ik ben Hemmo Bruinenberg en ik werk bij Common Frames. Wij maken media, films, media, podcasts en andere mediaproducten met jonge nieuwkomers. Jongeren die net in Nederland zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. En dat is een super diverse doelgroep. Die komen letterlijk overal vandaan. Gevlucht uit Syrië of Eritrea, maar misschien ook wel gemigreerd uit Oost-Europa of de Verenigde Staten. Mijn naam is Laila Jane Alidiep en ik ben binnen Common Frames werkzaam op het gebied van marketing en PR. Binnen Common Frames kijk ik vooral naar hoe we ons verhaal kunnen uitdragen binnen de media bijvoorbeeld, maar ook echt direct met de jongeren en met de verschillende professionals op het gebied van media bijvoorbeeld. Dus ik kijk op die manier hoe we echt in contact kunnen blijven met onze doelgroep. Ik wil graag iets vertellen over Ithaca Filmed. Ithaca Filmed is ons filmeducatie / sociaal project waarin we films maken met deze jongeren. In 3 dagen gaan zij hun eigen film maken en ze doen echt alles zelf. Dat is heel belangrijk voor ons. Ze doen het script schrijven, het filmplan maken, het camerawerk, de montage. Het is echt hun product en een snelkookpan waar ze in 3 dagen induiken. En dan hebben ze hun korte film gemaakt. Ik ben zelf half Nederlands, half Arabisch en mijn vader komt uit Syrië. Die is zelf een aantal jaar geleden naar Nederland gekomen. En ik vind het daarom ook heel erg belangrijk dat we binnen Nederland kijken naar inclusiviteit en naar diversiteit. Omdat ik er dus zelf deels ook mee te maken heb. En ik vind het vooral ook heel belangrijk dat we binnen het medialandschap kijken naar hoe we diverser kunnen zijn en hoe meer mensen zich gerepresenteerd kunnen voelen binnen die media. Dus als iemand een film kijkt of naar het theater gaat, dat die zich dan kan herkennen in de mensen die daar op het podium of in die film te zien zijn. Want dat is op dit moment gewoon helaas niet het geval en dat vind ik heel jammer. Ik denk dat er echt een grote verandering in moet komen. Ik denk dat we deze jongeren de kans geven om hun verhaal te vertellen, het verhaal wat ze echt zelf willen vertellen. Een van de onderdelen bij dit project is het eigenaarschap wat bij de jongeren ligt. Ze hebben creatieve vrijheid om te maken wat zij willen. Ik denk dat het heel belangrijk is om, als je als organisatie zegt dat je inclusief bent of daarmee bezig bent, dat je dat inderdaad ook echt uitdraagt in alles wat je doet. Ook in de communicatie. Dus dat je inderdaad binnen de media die je gebruikt, bijvoorbeeld je eigen website of je Instagram of je YouTube of andere kanalen die je gebruikt, dat je daarin ook echt laat zien dat je inclusief bent. Het is echt ontstaan vanuit een behoefte van jongeren en docenten. En ook ontstaan vanuit hier zijn, hier luisteren, hier observeren, hier werken. En heel organisch is dat gegroeid naar het filmproject wat het nu is, wat we nu landelijk uitvoeren op meer dan 15 scholen. Ik denk dat Common Frames inderdaad zo direct in contact is met de doelgroep. Dus wij luisteren echt naar wat de behoeftes zijn van de jonge nieuwkomers en wat hun mediagebruik is en hun behoeftes daarin. Zodat we op die manier echt in gesprek blijven met de doelgroep, waardoor we goed weten wat zij willen zien en wat zij willen vertellen. En dat je dat dus ook terugziet in de films en in alle andere mediaproducten die er gemaakt worden. Dit zijn echt films voor en door de jongeren en puur gebaseerd op wat zij willen maken. Ja, ten eerste zou ik heel graag willen dat eigenlijk in al het nieuwkomersonderwijs, dus in alle internationale schakelklassen, dat film en media een vast onderdeel zal zijn van wat de jongeren meekrijgen in die eerste jaren dat ze in Nederland zijn. En ik denk dat dat al een heel groot verschil is in plaats van echt te kijken naar wat de organisatie zelf wil maken of wat een producent wil maken. Ik zie dat het heel veel helpt in hun skills in samenwerken, creatief denken, hun zelfvertrouwen en de trots op die zij meemaken. Maar ook dat die stemmen super waardevol zijn voor ons medialandschap, maar ook breder voor alle professionals om te horen wat deze jongen allemaal met zich meebrengen aan mooie verhalen die ze willen vertellen. Normaliter worden er ook bioscoopvertoningen georganiseerd, waardoor ze echt in een grote bioscoopzaal bij hen in de buurt hun eigen film kunnen zien met de hele klas en de docenten. Zodat je echt een gevoel van trots en saamhorigheid kan creëren. Ik denk dat het een van de grootste lessen die ik heb geleerd is dat je wat bij één bepaald project werkt of wat bij één doelgroep werkt, werkt niet per se voor een ander. Dus een gouden tip voor de ene doelgroep is misschien iets wat helemaal niet werkt voor iemand anders. De eerste gouden tip die ik zou willen geven is luister goed naar je doelgroep. Ga met ze in gesprek. Doe dat continu. Ontwikkel niet iets en
Ga daar vervolgens mee door en zet het overal uit. Maar kijk op elke plek waar je weer komt of het aansluit. En wees daar flexibel in. Dus luister goed en blijf goed luisteren. Zodat zij echt onderdeel zijn van datgene wat je wilt doen, hun bereiken.